Oké, boys, stellen jullie je maar even voor. Yes, hallo, ik ben Yannick van der Velde. En ik ben Tom van Kalmthout. Yes, en wij zijn de makers en hoofdrolspelers van de nieuwe serie Duco en Roy. Ja. En wij zijn hier in de studio om een paar spelletjes te spelen. Wij weten niet wat we gaan doen. Ja. Maar laten we maar meteen gaan beginnen. Yeah, YouTube. Nou jongens, wat denken jullie zelf dat er zal staan? Ja, Tom van Kalmthout. Rundfunk, dat denk ik. Acteur, vriendin. Vriendin, dat, sowieso, dat is altijd zo ja. Erbovenaan, toch? Oké, kijken. Yes. Dit zal vriendin zijn. Arm. Oh, wat grappig dat je dat ziet. Ja, ik heb mijn linkerarm is echt een soort mega-arm. Die is zoveel gespierder dan mijn rechterarm. Maar jij gaat nooit naar de sportschool, toch? Nee, ik zit er helemaal tijd voor de computer. Geinig, ja. Toch? Alcohol. Ah, schattig. Ja. Ik heb een babyface. Altijd gehad. Oeh. Ja, lastig. Spannend. Ja, want bij jou hadden ze best wel veel echt privé dingen. Even denken. Ja, misschien dan Amsterdam. Misschien mijn vader. Ah, ja, tuurlijk. Ferry. Ja, dat soort dingen. Zoiets. In oranje. Laten we gaan kijken. Alright, ik ben heel benieuwd. Mm. Ha! Niek van der Velde. Vriendin. Ja, dat is wel echt een standaard. Die staat er altijd tussen. Bij, ja. Oké, gaan we. Er wordt gezocht. Nice. Ik ben benieuwd wat je vindt dan. Ja. Vrijgezel. Ja. Niek van der Velde. Knap. Dank jullie wel, internet. Hij is de posterboy. Dank jullie wel, internet. Dat vind ik. Hij is de posterboy voor Rundfunk. Dat vind ik vlijend. Niek van der Velde. Ongeluk. Nou ja, voor alle mensen out there die hebben gezocht naar of ik vrijgezel ben, de boys en de girls. Ik kan jullie uit de droom helpen. Ik heb een relatie en een hele goeie ook. Dank jullie wel. Helaas. Zo staat hard, hé? Dat is heel hard. Hallo? Hè? Zet even je koptelefoon af. Wat? Yannick. Sorry. Maar één van jullie moet de koptelefoon op. Ah, sorry. Oké, ja. Het staat echt heel hard. Kan het iets zachter? Nee, stel je niet aan. Ik ben bezig nu. Ja. Met wie was Tom zijn eerste... Sorry, het is echt veel te hard. Het is echt ver over de pijngrens. Mag het iets zachter? Nee, dit hoort er nou eenmaal bij. Zet hem maar weer op. Oké, daar komt de vraag nog een keer. Met wie was Tom zijn eerste zoen? Raymond van Barneveld. Ja, dat weet ik nog heel goed. Het was op een vrijdag bij de audities. Het was 16 september 2009. Bij de toneelschool Amsterdam, tweede verdieping. En bij het koffiezetapparaat stond Tom. Hij had een hele mooie blauwe trainingsbroek aan met over een soort faal t-shirt. En hij had geen... 20 cent had hij tekort. Dus ik zei, ik heb hier 20 cent voor jou. En toen nam hij, dat vond ik heel grappig, een choco koffie. En sindsdien drink ik altijd choco koffies. En dat is waar onze vriendschap is begonnen. Het is voor mij een hele dierbare herinnering. En ik weet zeker dat hij exact hetzelfde zegt. Oké, Tom. Denk goed na. Waar hebben jullie elkaar voor het eerst ontmoet? Weet ik niet. Op school of zo? Weet jij dat? Nee, ja, weet ik veel. Op school inderdaad, zoiets denk ik. Wie weet dat nou nog? Wie weet dat? Boeien. We zitten hier nu. Hallo. Dit is heel leuk, hè? Ik weet zeker, hij gaat Utrecht zeggen, maar het is Nieuwegein. Maar ik weet zeker dat hij Utrecht gaat zeggen. Maar het is Nieuwegein. Utrecht. Provincie. Ah, dit is een hele goeie. Tom gaat 100% zeker Den Haag zeggen, maar het is Zoetermeer. Basel. Zwitserland. Weet je goed? Ja. Draadloze stofzuiger, 100%. Wat zou jij meenemen naar een onbewoond eiland? Draadloze stofzuiger, 100%. Oh, dat is iets in de Afrikaanse keuken, maar ik weet niet meer precies wat. Die grijze, zure Ethiopische sponspannenkoeken. Kankergoor.
spareribs, maar dat het beperkt is. Spareribs, maar dan niet onbeperkt. Oké, de volgende ronde. Hele pittige kip, hele pittige vragen. Ben je er klaar voor, Tom? Ik denk het niet. Ik denk het ook niet. Ik ben er heel slecht in, maar laten we het gaan doen. Wat is de eerste vraag? Wat is het meest gênante wat je ooit hebt meegemaakt op de set? Goeie vraag. Oké. Hey, en deze kip is helemaal vegan, toch? Ja hoor. Wauw, het is toch ongelooflijk wat ze kunnen tegenwoordig. Het is gewoon niet van het echte onderscheiden. Heerlijk. Nou, daar gaan we, Tom. Wat is het gênantste dat ik ooit heb meegemaakt? Nou, allereerst, dit is gewoon echte kip. Dus compleet rauw, het is helemaal roze. Het is echt totaal niet pittig. Ik heb mijn boek geschreven op set. Volgende vraag. Wat is er eigenlijk met jouw stem? Hoe bedoel je dat? En die klinkt heel erg computerig. Dat komt omdat er geen budget meer was voor een echte interviewer. Al het geld is namelijk opgegaan aan stunts voor jullie serie, die overigens super vet is geworden. Dankjewel. Dankjewel. Nou, je hebt het heel goed gedaan. Alright. Tot de volgende. Yes. Oh, je moet even je handen wassen, want ik heb aan die rauwe kip gezeten. Oké, nou, yes. Dat was het dan. Bedankt dat jullie allemaal hebben dus gekeken. En we hopen dat jullie Duco en Roy vanaf 3 december zondagavond op Duco en Roy gaan kijken. NPO 3, ook te zien op NPO Start. En NPO Plus. Gaan kijken, we hebben heel veel gedaan. NPO Start. En we zijn er heel erg trots op. Dankjewel. Dank jullie wel. Hoi.